Oh mijn god, ja, Suriname is een gemengd land. Je hebt alle bevolkingsgroepen hier. En ik denk dat ik die bevolkingsgroepen hoef te noemen of zo. Maar je kan echt zo bij een Creool stappen en zeggen, hey, kan je vandaag een soorten maken? En ook zo bij hun staan, kan je vandaag een kilo maken? En ja, dus sowieso racistisch. Ik denk niet dat het iets belangrijk is voor Suriname. En ja, zoals je ziet bij de kindertjes zijn allemaal van gemengde bevolkingsgroepen. Ik ben het niet eens met de stelling dat Surinamers niets meer racistisch vinden, omdat ik vind dat het afhangt van in welke context dingen worden gezegd of worden vertoond. En als je kijkt naar de politiek bijvoorbeeld, dan zie je dat het er grootschalig nog is. Want er is nog steeds etnische politiek, partijen die uit één ras bestaan. Of als je kijkt naar bijvoorbeeld de manier waarop mensen bepaalde dingen zeggen op de televisie. Ook al bedoelen ze het niet zo, ziet de andere het toch zo. Dus dat, die denkie is nog aanwezig, dus het is er nog, naar mijn inzien. En het hangt er vanaf wat, hoe ver we durven te gaan om hierover te praten. Want op het moment dat dit onderwerp oppopt, voelt iedereen zich meteen aangesproken of aangevallen. En zolang dat gedrag nog aanwezig is, naar mijn mening is er dan nog steeds racisme.